De jongere tijden zijn er iets ouder bij. KMB heeft ons heel erg komen helpen. We wil heel blij zijn. Ik wil nog één keer zeggen, dik merci man om dat hier goed te maken. Ja, normaal gezien is het subiet een receptie, maar we willen toch eigenlijk eerst nog een paar mensen in de figuurlijke bloemetjes zetten. En dat zijn onder andere de mensen van het eerste uur die ons hier op kindercarnaval hebben weer opgestart. En ik heb al eens Dirk te zus gezien. Dus als jij ook eens even naar voren komt, Inge, en dan komt al eens hier ook ze. Dat is dus een van de eerste oprichters van kindercarnaval in de wereld. We zitten er veel aan die overleefd hebben. Ja, onder andere Aldis, Maria de Rijk, maar die heb ik hier ook niet zo over. Ik denk dat de gauw zal zijn voor Maria. Dus, maar Aldis willen we in elk geval in de bloemetjes zetten en voor haar hebben we komen naar hier dingen, want ik kon dat niet alleen doen. Hè. Dus, we hebben vrouw. Ik ben eigenlijk van 50 jaar fan. Je moet maar denken dat er 50 jaar kindercarnaval avond is. Maar je hebt een piep van een man, een rechte stand met een witte hoed en een witte jas. Dus daar hebben we toch echt niet in. En we hebben hier ook nog een oorkonte. Gas, alsjeblieft, u bent opgenomen in de ridderorde van de snuitentrekker. Alsjeblieft. Geef ze een applaus. Dan moet er nog iemand in de bloemen zitten. Rick de Weert. Rick de Weert. Ik heb Rick niet gezien. Hè? Dat is onze tekenaar van de snuitentrekker. Die doet dat ook al, ik weet niet online. Van zolang als ik me kan herinneren, is het dus, en dat is al heel lang. Vanaf 73. Dus ik denk dat ik dus alles moet tekenen. Ook voor u hebben we een medaille die we geleerd hebben van die mannen. Dus je moet maar denken dat dat van alles is. Wel. Sorry. Ja, net gelijk maar. En ook voor u een oorkonde. Ook opgenomen in de ridderorde van de studententrekker. Dan hebben we normaal gezien, waar we ook nog medailles voorzien. Voor het gemeentebestuur, maar ze hebben ons in de steek laten. Nee. Ze hebben ons medailles bij. En dan ga ik de mensen van de fan nog voorvragen voor de medaille over te overhandigen aan onze burgemeester. Die krijgt er ook een. Een oorkonde hebben we niet voor onze burgemeester, normaal gezien het gemeentebestuur. Maar dat zal over hen gegeven zijn, denk ik. Ja, maar er komt nog iets voor de gemeente met de receptie. Met de volgende receptie. Dan laat ik nu de mensen van de fan de medaille overhandigen aan onze burgemeester. Tenzij dat hij ook nog een woordje wil placeren. Namens de federatie fan Vlaanderen, en ik zie hier al veel gezichtjes naar ons kijken, wat dat eigenlijk inhoudt. Fan Vlaanderen is de overkoepeling van de carnavalsgebeuren van alle verenigingen in Vlaanderen, die op dit moment ongeveer 650 verenigingen tellen. De commissarissen zijn ook onderverdeeld in provincies. Wij zijn hier voor de provincie Antwerpen. En het doet ons een eer. Wij waren vorig jaar het 50 jaar bestaan. Ook de Weelse Bokken, dat die het 50 jaar op hetzelfde moment bestaan, is fantastisch. En dat de mensen er juist de twee jaarorders die wij vorig jaar komen afgeven hebben, al overhandigd hebben aan de mensen. En dan gaan we die u zelf terugbezorgen, zoals het hoort. Maar we gaan eerst de burgemeester de jaarorde afgeven. Want zoals het hoort, is het fantastisch dat ook een burgemeester de gemeente ondersteunt. En dat vinden wij fantastisch. En dan noem ik u namens de federatie, groet ik u met driemaal. Alaaf, alaaf, alaaf. Dank u wel. Mag je zo. Vorig jaar stonden we hier met de jaarorde van 50 jaar. Nu, de nieuwe jaarorde is van september ook weer al in ons bezit. En dat mag
Ik heb er wel iets bij. En Walter, dan mocht jij die overhandigen. Dus dat is voor 51 jaar carnaval dan al, hè. We willen ook nog een paar andere mensen, dus hier onze harde werkers. Dank u wel. Onze harde werkers van onze bok, die willen we eigenlijk ook allemaal nog een oorkonde geven. Ja, te beginnen met de Ronnie, dat mogen we niet vergeten. Bart van Olten. Geert Mertens. Freddy van den Broek. Ik ben eraf gebeuren, hè? Hans Heijlen. Hans Heijlen. Hans. Ik al een toog waarschijnlijk. Ja, maar ja, je stond niet op zijn plek, hè? Nou, een graantje. Frank van Kammen. Ze is een beetje al touchy. Goed, dit hebben we er niet bij gekregen. Er wordt opgezorgd. Er wordt persoonlijk opgezorgd. Peter van Raak. En ik heb hier wel de tussen in zitten, in die. Ja. En August Bax, die stond er hier ook nog op. August Bax. Ja. Ik denk dat ik Koen Moonen vergeten zijn. Koen Moonen, die stond er ook tussen. En wie hebben we daar dan nog? Marian, die van Marian de Rijk, maar die zullen we dan ook persoonlijk laten bezorgen bij hem. Bij haar in het rusthuis. Dat komt in orde. Wel, voor iemand nog een speltje. Ja, en voor de mensen van de KWB, daar hebben we nog iets speciaals voor. Even geduld voor de mensen van de KWB. Hard genoeg roep, dat is van het carnavalcomité. We hadden nog een beetje over van de prijzen van de Pondela. Van het volledig gevoel voor de snoepdrink. Dat is de prijzen van de opkant. Maar anders vervallen. Dus ik dacht, we geven dan de KWB. En dan, we hebben ook gezien dat er iets kan gedronken worden. De genodigen die hebben bonnetjes gekregen. De mensen die niet uitgenodigd zijn, die kunnen hun drank aankopen. Heb je bonnetjes gekregen? Nog veel plezier! Dank je wel. Zonder bonnetjes. Dan ben ik er als.